hoorden we een schot. En op dat moment beseften die vriendin en ik eigenlijk allebei, dit is echt fout, dit is zo fout. Ja, dat trof ik één bloedbad aan. Het was echt gruwelijk voor woorden wat ik daar aantrof. Dus ze hebben doelgericht naar het hoofd geschoten. Feest met 5 meiden, inclusief onszelf. We hebben het heel gezellig. Rond de klokslag 12:30 is het afgelopen. We komen naar huis. Een vriend van ons die we tegen zijn gekomen bij het café, die komt ook naar ons huis toe om gewoon nog even gezellig een drankje te doen. En we zien dat de straat vol loopt met ontzettend veel politie. Na een half uurtje besluit mijn moeder naar buiten te gaan met onze kennis. Om de hond uit te laten en te gaan kijken van, goh, weet je waarom er zoveel politie hier is. Ze loopt naar buiten en toen werd ze gelijk staande gehouden onder schot, onder lasers. De hond moest aan de boom worden vastgeknoopt, anders zou ze neergeschoten worden. Ja, en toen werd ik geboeid en toen moest ik mee de politiewagen in. Dan zie je dat, dat het eerste taserschot gelost wordt. Dat hij op de grond neervalt, dat hij eigenlijk al niks meer kan. Dan zie je een stuk of 4, 5 agenten eromheen staan. Ja, dan begint de mishandeling. We bleven ook maar schreeuwen, jullie hebben de hond vermoord, jullie hebben de hond vermoord, jullie hebben de hond vermoord. En wij vroegen, waarom zijn we aangehouden? Waarom zijn we hier? Wat is er aan de hand? Voor waarvoor zijn jullie? Jullie hebben die hond doodgemaakt. Waar is die hond? Waar is de hond? Geen antwoord. Ze stonden gewoon te staren. Ze zeiden verder niks. Voor dood op de straat liggen. En daar ligt hij dan ook nog 25 minuten voordat er überhaupt iets verder met hem wordt gedaan. Ligt hij daar gewoon voor dood. Terwijl ze hem net pak een beetje 8 à 10 minuten met 5, 6, 7 man hebben ze aan af te grappen. En getaserd en noem het op. De politie heeft zeg maar een monopolie als het gaat over geweld. Maar wat ik hier gezien heb, nou, dat is echt beyond bizar. Als ik heel eerlijk ben. Er werd gebeld door de politie op 3:45 morgens dat er een hond een probleem had. En dat hij getaserd was en bloedde uit de bek. En hij had een pijltje in zijn oog. Wie doet nou zoiets? Dat er een stuk kaak gebroken is, een paar tanden eruit geslagen zijn. Ik kan alleen maar zeggen, met forse kracht is die haaktand eruit gegaan. Een hond waarvan er een hoektand uit lijkt te zijn getrokken. Ik bedoel, sinds wanneer is het zo dat een politieagent werk van een tandarts gaat verrichten? Ik heb daar gehecht. Mm-hmm. Dat is die grote hoektand. Ja. En die is weg. Die heeft ook 2 tanden eruit geslagen. Ja. Wortels zitten er nog.
Waarom ziet het niet uit? Ja, maar zit joh. Het doet meer pijn. Kijk, als ik hier moet gaan boren dan. Het doet ontzettend pijn. Ja, een stuk weg. Hier is een stuk weg. Er is hier gewoon enorme kracht op. Ja, die hebben ze ook geprobeerd af te breken. Ze hebben hem ook afgebroken. Ja, ze hebben gewoon een tang. Dan moet hij helemaal versuft geweest zijn op dat moment. Ja, je ziet hem gewoon vechten en dan staat hij op een gegeven moment op zijn hoofd en dan gaan ze het doen. Hij heeft twee gekke dingen. Hij is getaserd en wat ik heel vreemd vind, die bek. Ik weet niet hoe die bek ontstaan is. Want dat is natuurlijk heel vreemd, dat de bek zomaar tanden gebroken zijn en die haaktand eruit is. Hoe kan je verklaren dat een tand met wortel en al van een hond die vlak daarvoor nog aan het kwispelen was, rustig was, uit de bek is verdwenen? Hoe kan je dat verklaren? De politie wou niks zeggen, alleen dat de hond hun aangevallen had en dat ze daarom met een taserapparaat geschoten hadden. Volgens mij was hij er wel bij die het gedaan had, maar ik weet niet wie het gedaan heeft. Dit is niet hoe een gezonde, normale rechtsstaat zou moeten of mogen functioneren. En ik denk echt dat we heel goed de good van de bad moeten willen scheiden. En ik denk dat we niet onze ogen moeten sluiten voor dit soort, misschien, excessen. Hè, want als deze beelden er niet waren, dan had iedereen gezegd, nee, niet in Nederland. Nee, echt niet, het gebeurt hier niet, het klopt niet. Je verhaal klopt niet. Weet je, dan had men gezegd van, hey, die is gek. Mijn cliënt, mijn cliënten, die het overkomen is, die zijn gek. Die lopen ons te verkondigen. Nou, het geluk is dat wij beelden hebben en beelden liegen niet. In de oksel zat nog een gekke plek. En bij zijn piemel zat nog een gekke plek. Er waren een stukje huid die loslieten, die genecrotiseerd waren. Dus helemaal ontstoken waren, afgestorven waren. Ik denk dat hij daar geschopt is. Ofwel lag hij op de grond en getaserd dat hij dan met elektrische stroom. Maar ik denk dat hij geschopt is daar, behoorlijk geschopt. Op één filmpje zegt ze, staat er dat de mannen met een tang de tanden uit de bek gehaald hebben. Ik denk dat diegenen die daar om die hond heen hebben gestaan, heel wat uit te leggen hebben. En het is ook echt totaal onbegrijpelijk wat de reden ook hiervan is. Wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is, hoe het gebeurd kan zijn. En ik ga echt niet alle agenten, alle politie over één kam scheren. Hè? Maar het is wel een team wat daar gestaan heeft om die hond heen. Dus je moet nagaan, je ziet eerst het eerste schot. Daar heeft hij het al een beetje van weten te overleven. Daarna het tweede, dat hij weer neerging, maar zich weer herpakt. En na dat derde schot hadden ze denk ik zoiets van, oké, nu hebben we hem echt goed te pakken. Want toen kon hij ook bijna niet meer opstaan. En zie je op een gegeven moment gewoon dat er 7 mannen, eentje die bleef de hele tijd bij de hond, die man heeft het echt op hem voorzien gehad. Die heeft hem echt willen doodmaken. Want die bleef er de hele tijd bij en die bleef hem schoppen en trappen. En ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan, maar je ziet hem gewoon op een gegeven moment op die hond zitten. En later wisten we dus dat hij toen zijn tanden eruit heeft lopen trekken. Maar je ziet hem over die hond gebogen heen zetten, dat wij nog zeiden van ga er vanaf, wat ben je aan het doen? Er was een overmacht aan politie daar. Oh, ze stonden achter auto's, achter bomen. In eerste instantie zag ik ze niet toen ik de oprit afliep. Was toen ze allemaal begonnen te schreeuwen dat de handen omhoog moesten of dat ze anders zouden schieten. Toen kwamen ze eigenlijk van alle kanten, maar vooral van achter mij langs. Mannen met schilden, mannen met pakken, mannen in burger, mannen of vrouwen in normaal politietenue. En niemand grijpt in. Niemand lijkt in te grijpen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Die agenten staan daar maar. Die zien dat die man begint te trappen. Dat die hond getaserd wordt. En nog een keer. En dan een derde keer. Dat die hond gewoon zo erg mishandeld wordt. En ze staan daar maar. Ze staan er maar. Als dat allemaal zou komen vast te staan, wat heeft het te betekenen? Kijk, als er onlangs nog discussie is geweest over de vraag, mag een politieagent een taser gebruiken, ja of nee? En vervolgens gebeurt dit recht in het oog. Is er een
zeg maar, een taserpijltje gericht. Nadat we hem helemaal onder narcose gebracht hadden, heb ik hem geïnspecteerd, de pijltjes uit de ogen gehaald. En ging met brute kracht, want die zaten gewoon ontzettend vast. En die zaten op de rand van de kleuring van het oog, zeg maar, en het witte van het oog. Daar heb ik het pijltje uitgetrokken met een tang. En zat veel te vast. Horendvlies doorboord, vlak bij de, zeg maar, de pupil terechtgekomen van de hond. De hond is zijn oog kwijt, dat is één ding wat inmiddels zeker is. Oog omlaag even beademen. Wat er gebeurt er, Odette? Odette? Ja, wat gebeurt er? Ja, wat heeft die hond gedaan? Wat heeft die hond gedaan? Of is er misschien iets anders wat er aan de hand is? Waarom dit zo op die manier moet gaan? We hebben al 13 maanden, wordt zij gestalkt door haar ex-vriend. En die is ook degene die de politie heeft gebeld met dat iemand zich zou schuilhouden met een wapen. Januari ben ik weggegaan en sindsdien is die ontzettend doorgedraaid. Als ik weg zou gaan, dat hij gek zou worden. De wapen aan de deur stond. De wapen aan de deur stond, mensen om ons heen neergestoken met glazen. Nou, dochter heeft een jaloerse ex. Deze jaloerse ex zou een melding hebben gemaakt dat de nieuwe vriend aan de deur zou hebben gestaan. Ik zeg zogenaamd, dus een wapen op zak zou hebben gehad, dat hij iemand anders zou hebben bedreigd. Maar hij had geen wapen bij zich. Hij had niemand bedreigd. Maar de politie ging dus kennelijk wel op die melding af met, nou ja, enorm geschud. En dan lijkt het op enig moment los te gaan. Voor de eigenaar was het natuurlijk zeer traumatisch. Die kwamen hier gillend binnen. Die hebben hier wel een tijdje de boel bij elkaar gegild. Ja. Die was natuurlijk helemaal in shock. De eigenaresse van de hond, met haar gaat het gewoon super slecht. Echt getraumatiseerd, want zij was in eerste instantie in de woning en ze ziet van alles en nog wat gebeuren buiten de woning. Nou ja, eigenlijk leek het erop alsof een of andere terrorist werd, of tenminste dat men voor een terrorist kwam. Zoveel mensen, blauw van de politie op straat. Ze heeft daar urenlang in een politiebusje gezeten. Geen idee waarom. Voor de hond zal het ook een zeer traumatische ervaring zijn. Om dit voor die hond weer goed te krijgen, lijkt mij een zeer groot probleem. Want die heeft een zeer traumatische ervaring.
vervolgens heftig geweld zou zijn toegepast, waaronder trappen. Als vast zou komen te staan dat er een hoektand uit de bek zou zijn getrokken en als vast zou komen te staan dat er tanden zijn afgebroken, ja, dat is iets dat geloof je niet.